In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij de allereerste aflevering van het programma De Hemel op Aarde. Zoals we afgesproken gaan we het hebben over rieten. Zoals jullie wel weten is rieten een Nederlands woord voor het Arabische woord tas. En tas, dat stamt weer af van een Grieks woord, taxis. Onthoud dus, tax stamt van het Griekse woord taxis. En taxis, dat heeft een betekenis als we het opzoeken, dat is eigenlijk orde of organisatie. En dat is eigenlijk waar dit hele programma om draait. Het gaat erom dat wij in de kerk en in alle diensten orde en organisatie hebben, zoals God dat zelf ook ingesteld heeft. Als we dan samen kijken naar 1 Korintiërs hoofdstuk 14 vers 33, dan zien we dat God het daarover heeft. Want daar staat in, want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Zoals deze vers dus uitlegt, God houdt niet van wanorde, hij houdt niet van chaos. Alles moet een orde en een volgorde hebben, anders raken wij de draad kwijt. En dat is ook belangrijk dat wij dus die orde en volgorde aanhouden en ook weten waarom we dat doen. In hetzelfde hoofdstuk van Korintiërs kunnen we ook lezen in vers 40, laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren. God is hier heel erg duidelijk in dat alles op een bepaalde manier moet gebeuren. Daarvan afwijken gaat problemen veroorzaken, gaat tot chaos leiden. En daarom zijn er rieten in onze kerk, is er tas in onze kerk. En daar hebben we natuurlijk ook voorbeelden van in de Bijbel. Als we teruggaan naar het Oude Testament, dan weten we allemaal dat ze baden in het tabernakel. God had voor elk klein dingetje in het tabernakel, had hij Mozes en Aaron instructies gegeven hoe deze geplaatst moeten worden. Hij gaf aan, dit moet van goud. Dit moet van hout, het allerbeste hout, van acacia hout. Dus zoals we zien, God was altijd al heel erg bezig om mensen instructies te geven hoe alles gedaan moet worden. De tabernakel is daar een heel mooi voorbeeld van. Zoals in het Oude Testament hebben we ook in het Nieuwe Testament een heel mooi voorbeeld. En dat was van het voorbeeld van Jezus zelf. Jezus had op een dag, toen hij de 5 broden en de 2 vissen gaf aan heiligde het wonder van het 5 broden en 2 vissen, zien we het stukje tas ook heel mooi terug. Als we samen kijken naar dat verhaal, dan was God bezig met het vermeerderen van de 5 broden en 2 vissen door ze te heiligen en te zegenen, maar hij gaf een belangrijke instructie aan zijn discipelen. Hij zei tegen ze, laat het volk gaan zitten in groepen van ongeveer 50. Hij had dat niet hoeven doen. Hij had ook kunnen zeggen, laat ze zitten, we delen het eten uit en alles is prima. Nee, maar God bedoelde, of Jezus bedoelde daarmee, dat het echt belangrijk is dat er een organisatie is. Het laat alles makkelijker verlopen, mensen zullen rustiger zijn en er zal ook een orde zijn en geen chaos. En zoals we dus ook in de Bijbel terug kunnen vinden, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, dat het belangrijk is om orde te hebben, zien we dat ook terug in de kerk. En dat is ook de bedoeling dat wij te begrijpen waarom we die orde en organisatie in onze kerk hebben en wat alles betekent. En dat is wat wij samen gaan doorlopen in de rest van het programma. Hopelijk kijken jullie volgende keer ook weer mee.